De scholen zijn nu al ruim 2 weken gesloten sinds het eerste geval van corona in Suriname bekend werd. En de ouders zitten dus ook, de meeste ouders zitten thuis met de kinderen en vragen zich toch af, wat moeten we met ze? Want je kan ook niet echt eruit zoals wanneer het een gewone vakantie is. Het leek ons daarom interessant om toch met een paar mensen te praten die enkele handige tips kunnen geven aan kinderen of aan de ouders thuis, hoe ze de kinderen zouden kunnen bezighouden. We zijn naar de Hub gekomen. De Hub staat aan de Armosiastraat. En de Hub is eigenlijk een bibliotheek, een ontmoetingsplaats, een communitycentrum voor jongeren. We praten met Jetro Antjes en met Petra Hofwijk. Alles goed? Ja, goedemorgen. Hoe gaat het hier? Want jullie zijn normaal ook altijd open voor de jeugd. Ja, klopt. Maar aangezien we niet open kunnen zijn vanwege het COVID-19-virus, hebben we besloten toch een manier te vinden om ons publiek te bereiken en ze dan ook een beetje te informeren en ze bezig te houden. Oké. Petra, kun je even vertellen, hoe hebben de kinderen trouwens opgevat dat hier gesloten is? Zo, het was echt, de kinderen begrepen het in het begin niet, maar later hebben ze ook uitgelegd van het is voor je eigen veiligheid. Vanaf we hebben gezien dat de regering of de oudste maatregelen hebben getroffen, zijn wij die ook onze tijden ook aangepast. Hebben wij onze tijden ook aangepast. En in het begin waren de kinderen echt like, oh, maar wat is COVID-19? Dus we hebben ook eerst de informatie met ze gedeeld en daarna zijn we gesloten. Oké, maar nu hebben jullie wel bepaalde ideeën voor de mensen die met de kinderen thuis zitten. Of voor de kinderen op zichzelf die ze zouden kunnen gebruiken. Ja. In deze tijd. Ja, we hebben verschillende creatieve ideeën. Wij van de Hub geven bijvoorbeeld elke zaterdag tips. Tips die de ouders en zowel de kinderen kunnen gebruiken in deze periode. Oké. Dan gaan we jullie de ruimte geven om ons ook om via deze weg ook een paar tips aan de mensen mee te geven. Yes. Als eerst geven we als tip altijd hygiëne. Het is zo, je kan zeggen, epidemie. Dus het eerste dat je moet doen is ervoor zorgen dat je handen schoon zijn. Ontsmetten, je buurt ontsmetten, je handen ontsmetten. En als dat achter de rug is, hebben we een heleboel interessante dingen waarmee je bezig kan houden thuis. Want je gaat niet naar school, je bent de hele dag thuis. Je bent eigenlijk verplicht in je huis te blijven. Dus zoek een bezigheid. Een van die dingen waarmee we zijn gestart zijn bijvoorbeeld een verhaal starten. Dus we posten online een zin. De eerste waarmee we zijn begonnen was het was eens. En als je dat ziet, moet je dat afmaken van het was eens een mooie dag. En er waren bloemen buiten en de zon kwam op en zo. Zo ga je dat je verhaal opbouwen. Het is een manier om jezelf bezig te houden. Creatief bezig te zijn. Dan kan je dan bijvoorbeeld met je familie bezig zijn. Iedereen in je familie schrijft dan een verhaaltje. En aan het einde, als jullie allemaal hebben geschreven, dan mogen jullie voor elkaar voorlezen. Ja, zo kan een heel verhaal eigenlijk ontstaan, gecreëerd door verschillende mensen. Klopt. Nog een idee, Peter? We hebben verschillende spelletjes. Misschien heeft u geen spelletje thuis, maar kunt u uw eigen spel verzinnen. Bijvoorbeeld de naam. Begin met een naam. Gewoon, waarvoor staat de P? Waarvoor staat de E? Zo is dat kind ook creatief bezig, maar ook leerrijk. Mens erger je niet, domino, memory, verschillende dingen, educatieve dingen die je kan doen met de kinderen. Een boekje voorlezen en dan vertelt het kind het later na. Wat zijn de moeilijke woorden? Dat zijn enkele tips die we geven. Zet je muziek zo luid mogelijk en begin te dansen. Begin te sporten. Doe iets, laat het kind niet vervelen. Help dat kind. Ja. Hebben jullie nog contact met al jullie pupillen die hier komen? Via Facebook kunnen ze ons volgen en ook via Instagram. Okay, hoeveel kinderen zijn hier aangesloten bij de Hub? We hebben onze leden bestaan. We hebben niet alleen kinderen, we hebben ook volwassen mensen, want we hebben ook volwassen boeken. We hebben tussen de... Zo, even erg goed nadenken. We hebben meer dan 200 leden. Ik weet niet precies hoeveel van die kinderen zijn en hoeveel van die volwassenen zijn, maar we hebben wel meer dan 200 leden en het is overwegend kinderen. Oké. Okay. Hoe stellen jullie je tips samen in deze tijd? Want eigenlijk zijn jullie gesloten, jullie hebben ook geen contact met elkaar of hoe zit dat?
Het managementteam heeft wel dagelijks contact en daar bespreken we alles van, hey, wat doen we vandaag? Want we willen de kinderen niet, we willen gewoon dat het thuis leuk moet zijn. Het moet niet saai gaan zijn. Het is vreemd voor de kinderen. De school is plotseling gesloten. Overal plotseling, je kan niet naar het speeltuin, maar wij zorgen ervoor dat we jullie bezig kunnen houden. Als je nu zijn we bezig met een Fresh You Anu of Wash You Anu Challenge. We doen dat ook. Waarbij de ouders video's voor ons sturen van hun kinderen. Hoe ze hun handen moeten wassen op de juiste manier. Oké. Okay. En hoe werkt dat? Dus moeten ze dat posten, die challenge? Ze mogen het voor ons sturen op onze hub WhatsApp. Dat is op het nummer 899-1300. Nogmaals 899-1300. Waarbij we dan, waar ze mogen hun video's sturen. Waarbij ze 20 seconden of 30 seconden lang hun handen wassen. En dat ze mogen het zo creatief als ze willen maken. Als ze het hebben gestuurd en ze ons toestemming geven, dan posten we het op onze socials. Oké. Goed, is er tot slot nog iets dat jullie willen toevoegen? De hele situatie is hectisch nu met COVID-19. Alles wat de klok slaat is COVID-19. Is er misschien een boodschap die jullie willen meegeven aan de samenleving? Ja, ik wil de ouders of de verzorgers erop wijzen van, doe niet paniekerig, want dat kind voelt het ook. Bedenk leuke ideeën, volg ons op Facebook, volg ons op Instagram en doe mee met onze Fresh You Anu of Wash You Anu Challenge, waarbij je ook ziet van, hey, eigenlijk hebben we ook een stukje gemist. Want voordat corona er was, moest je handen al op zo'n manier wassen. En het is de feedback die we krijgen van, boy, ik heb het zoveel keren moeten oefenen. En dan zie je van, het werkt. Van, het is wel goed om mee te doen aan zo'n challenge. Zo creëer je ook een betere band met kind en ouder. Want je mama is aan het filmen, jij bent je handjes mooi aan het wassen. En mama weet je hoe je handen moet wassen op de juiste manier. En de kinderen vinden het heel erg leuk. Dus word niet paniekerig, maar wees gewoon creatief. Ja. Ik zou zeggen van, voor het quarantaineperiode was iedereen zo hectisch bezig. Iedereen was met zichzelf bezig. En nu hebben we dan een moment gehad waarbij we echt even ons terug kunnen trekken en met elkaar bezig kunnen zijn. Ik zeg van, maak gebruik van deze periode om elkaar ook beter te leren kennen. Catch up on stories. Als je voorheen niet kon praten tijdens het eten of wat dan ook. Maak gewoon even tijd bijvoorbeeld voor het erf. Er is steunwerk dat gedaan moet worden. Grote schoonmaak, I don't know, maar gebruik die momenten om met je familie bezig te zijn, om met je dierbaren bezig te zijn en gewoon zodat je dan die druk van die quarantaine en van die COVID niet voelt. Dat waren dus enkele handige tips van de mensen van de Hub. We hebben gesproken met Petra Hofwijk en met Jetro Antjes. We hebben niet de afstand in acht genomen die we eigenlijk in acht moeten nemen, maar we gaan dus nu direct onze handen wassen. Want voor het werk moet je soms wel een beetje dichter bij elkaar komen. De tip die ook wordt meegegeven is nog steeds, houd 2 meter afstand van elkaar. En blijf je handen wassen, want dat is het allerbelangrijkste. Dus dat gaan wij nu doen. Ja, zeker. De straat.